Vijf paarden, vier achter de favoriet aan. De favoriet ligt nog altijd makkelijk aan kop. Gaat de rechterlijn overzijde nu in. Leiding in handen van André Fortuna. André Fortuna houdt tempo op. De tweede plaats Bussy Silt kan dat makkelijk bijbenen. Boban Boko ook, maar die loopt wat meters meer buitenom. Daarachter aan de relingzijde volgt Bruce Starlake. Loopt geen meter te veel. En daarachter Bibi Beemten. Die krijgt de eerste aansporingen. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van André Fortuna. André Fortuna, stropen zit met de handen vol. Daarachter op plaats 2 is het Bussy Silt. Met aan de buitenkant Boban Boko. Daarachter gaat nu naar het tweede spoor. Bruce Starlake gaat ook gelijk door naar het derde spoor. En dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Leiding is in handen van André Fortuna. Aan de buitenzijde door het derde spoor komt Bruce Starlake naar voren. Binnendoor schuift Bussy Silt op. Terwijl Stropen wat moeite heeft met het ronden van die bocht. En het is André Fortuna die inmiddels in de laatste rechte lijn is. André Fortuna leidt. Aan de buitenzijde komt Bruce Starlake naar voren. André Fortuna, Bruce Starlake. André Fortuna gaat nog altijd sterk, gaat makkelijk. En Bruce Starlake komt niet echt dichterbij. Het is André Fortuna die gaat winnen. André Fortuna, tweede Bruce Starlake. En derde is Bussy Silt. Gooit hij nog geen tickets weg. En we gaan huldigen, dames en heren. Bruce Starlake en Ruud Pols, de winnaars. Een vierjarige donkerbruine ruin van General November uit Ronja Hornline. Gevolgd door de Starlake Stable BV. Dat is ook de eigenaar Siertje Schokker samen met Ruud, het trainersduo. En Ruud Pols, de winnende rijder. Paard heeft zich goed ontwikkeld. Ja, dat wordt gewoon een heel goed paard. En, ik ben erg blij met hem. Ja, zeg ik, Peter was vandaag nog een maatje te groot. Maar ja, dit wordt gewoon in mijn schoot geworpen. Zijn niet de leukste overwinningen zo? Nou, vind ik niet, nee. Maar goed, het doet verder niks aan mijn prestatie van mijn paard af. Hij loopt gewoon werelds. En, nou ja, zeg ik, het zij zo. En we gaan de lijn overgeven aan Ruud Pols. Koen Baas is de man die vandaag de paarden opvangt bij de huldiging. Koen, super bedankt daarvoor. En we gaan in de handen voor schitterende winnaars van de Victoria Park Bronzen Stakes. En dat zijn Ruud Pols en zijn Bruce Starlake. Zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde en daar gaat Cindy Wielinga heel makkelijk aan kop. Cindy Wielinga, anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats Beat the Blue. Aan de buitenzijde komt Siske de Rat steeds dichterbij. Siske de Rat ligt inmiddels gedeeld derde. Gaat nu door naar een gedeelde tweede plaats. En de koploper die heeft hij nog altijd niet echt in zicht. Dat is Cindy Wielinga. Cindy Wielinga draait als eerste de laatste bocht in. Met anderhalve lengte voorsprong op Beat the Blue. En inmiddels is Cindy Wielinga halverwege de laatste bocht. Cindy Wielinga, de tweede plaats daarachter Beat the Blue. En aan de buitenkant Siske de Rat. En daarachter Belladonna, die naar een vrij spoor zoekt, gaat nu naar het tweede spoor. Gaat nu ook naar het derde spoor. En zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. Cindy Wielinga, die leidt nog altijd. Maar Siske de Rat komt wel dichterbij. Cindy Wielinga, Siske de Rat. Cindy Wielinga aan de binnenkant verdedigt zich. Siske de Rat wilde wel graag langs. Siske de Rat gaat er nu ook gewoon langs. Siske de Rat gaat hem winnen met een neusje. Siske de Rat voor Cindy Wielinga. En op de derde plaats Belladonna. Ja, Rick, gefeliciteerd. Een verrassing, ja of nee? Ja en nee. Ik wist wel dat het in het paard zat, maar ja, hij is nog heel slap. En ja, heeft nog wat krachttekort om het echt goed te doen, maar dit deed hij perfect. Uniek, hè? Zo'n moeder die alleen maar van die koerspaarden brengt. Ja, dat is fantastisch. Dat is het leuke van de fokkerij. En, ja. Schitterend. Heel mooi, dankjewel Rick. Rick Hemmingen, dames en heren, hij slaat toe met Siske de Rat. Alweer een goeie van Keetje Tippel. Niet de allermakkelijkste, dames en heren, maar een paard dat overloopt van talent. Geeft dus een applaus, Siske de Rat en Rick Ebbingen. We gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde met nog altijd tja-tja-tja vooraan. Op de tweede plaats Conway Fortuna. Derde plaats daarachter aan de relingzijde voor Christel Okanje. Die laat een gaatje vallen. Aan de buitenzijde daarnaast kan ook niet echt aanzetten Ken Rhythm. Daarachter aan de relingzijde Bruno Banani. En die lijkt het moeilijk te hebben. En aan de buitenzijde Irette Vivant. En daarachter gaat Ruud Pols een poging wagen om naar voren te komen. En dat doet hij met Bent Ricardo. Maar de voorste twee die geven nog wat gas bij. Tja-tja-tja en Conway Fortuna. Die lopen met z'n tweeën recht bij Christel Okanje. Inmiddels zijn de twee koplopers halverwege de laatste bocht. En de aanval van Conway Fortuna ziet er goed uit. Conway Fortuna neemt nu een halslengte voorsprong, een halve lengte voorsprong, een hele lengte voorsprong. En die komt als eerste in de laatste rechte lijn. Conway Fortuna neemt daar afscheid van tja 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 en begint hier aan zijn eigen tja tja tja. Het is Conway Fortuna die begint weg te lopen. Gaat hem ook makkelijk winnen. Het was een veilingtopper. Het was een prachtig paard op de veiling. Kan die ook hard lopen? Ja, hij kan hard lopen. Hij wint hem ingehouden, Langeweg junior. Conway Fortuna. Hij kijkt op de klok. Straks horen we hoe hard het ging. Tweede plaats is voor Tja Tja Tja. En derde lijkt nog net Bent Ricardo voor Christel Okanje. Ja.
1-15-9, dames en heren. Ondanks een lastig parcours voor Conway Fortuna, de driejarige bruine hengst van Conway Hall uit Saratoga Yankee. Gefokt door de familie Schoondervoort-Strik in bezit van de Gerrits Recycling Groep BV. Trainer Langeweg Junior, hij was ook de winnende rijder. Hugo, een imponerende overwinning. Had het een oorzaak dat hij op duinen geklopt werd? De eerste keer uit, groenigheid? Hij is behandeld daarna en hij is ziek geworden daarna. Dus. Een topper van de jaargang? We hopen het, we moeten nog ietsje sleutelen. Hij is nog lang niet, maar de verbetering zit er zeker in. Hartstikke mooi, hij loopt 15-9 en hij deed het makkelijk. Dankjewel. Hugo Langeweg junior, dames en heren. We gaan hem herenigen met Conway Fortuna. We gaan in de handen, dames en heren, voor de winnaars van de Victoria Park kwartetkoers. En dat zijn geworden Hugo Langeweg junior en Conway Fortuna. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Tornado du Ravary leidt. Aan de buitenzijde is het Sarah du Granit die ietsje dichterbij probeert te komen. Daarachter volgt aan de relingzijde Sphinx du Plessis. Maar het veld achter de twee koplopers die heeft het moeilijk. Ze gaan aan de weg naar de laatste bocht. En de leider is nog altijd Tornado du Ravary. Tornado du Ravary, Sarah du Granit. De rest van het veld probeert aan te sluiten. En op de derde plaats op dit moment volgt dan Tempête Eternel. En zo zijn ze inmiddels halverwege de laatste bocht. En het zijn de floating Storage Company kleuren die vooraan liggen. Tornado du Ravary. En die komt als eerste in de laatste rechte lijn. Tornado du Ravary. Op de tweede plaats is het Sarah du Granit. En voorlopig gaat het tussen deze twee paarden. Maar Schoonhoven zit nog heel rustig. Hij zit heel makkelijk. Hij heeft nog heel veel over. Aan de buitenzijde komt hij wel dichterbij. Sarah du Granit. Hij moet aan het werk. Twee, het is Schoonhoven twee, tegen Langeweg. Schoonhoven tegen Langeweg. En op de streep is het op de streep. Nou, Schoonhoven of Langeweg. Langeweg waarschijnlijk voor Schoonhoven, maar het scheelt heel weinig. Derde plaats is voor Tempête Eternel. Foto voor de eerste plaats. Winnaar voor de heer Rico, die toch elke week weer naar Victoria Park komt, helemaal vanuit Grosbois. De ene keer wat succesvoller dan de andere keer, maar vandaag was er een overwinning. En heeft inmiddels Ton Stoffers de bloem overhandigd aan Hugo Langeweg junior. Hugo, gefeliciteerd. Het is toch wel een merrie die een keer een overwinning verdiende. Ja, hij zat er krap aan de laatste keer ook al, maar ik kan hem niet loslaten het laatste stuk. Nou, ik liet hem los naar de finish toe het laatste stukje en dan meteen dus door de finish en kruipt hij in elkaar. Hoe kon het zo dat jij erachter zit? Mijn vriend Ralf Dekker geregeld, hè. Hugo Langeweg junior, dames en heren, hij wint met Sarah du Granit. De koers waarbij Ton Stoffers even op de foto mag. En dat is gelukt. Hugo Langeweg junior, dames en heren. Hij wint hier de Prix Voorazie met Sarah du Granit.